een homo, een lesbienne. Ja. Dat is niet goddelijk. Dat is des Satans. Dan zit er nu een Satan in je huis. Die gaat zo meteen weer weg. Dus ik zou zeggen, go. Nieuws. Ja, wij zijn afgelopen week langs geweest bij Rinus. Hij staat ons al op te wachten. Ik weet niet of je hem daar ziet. Maar ja, er is gezegd dat de wereld zou vergaan. Ik heb niks gezien. Schoenen weggegooid. Voorbereid op het einde, maar uiteindelijk helemaal niks. Rinus. Je hebt een leuke gezelschap bij je. Wat zeg je? Je hebt een leuke gezelschap bij je. Een mooie meid. In plaats van een lelijke vent. Hoewel, daar kan ik niet over oordelen natuurlijk. Hè? Nee. Maar dat ziet er leuker uit dan een kerel. In mijn ogen tenminste. In mijn ogen niet. Nee? Zullen we gaan zitten? Met een kopje koffie? Jij ook koffie? Ja, we zitten hier weer. Gelukkig nog in levende lijven. Want als we de voorspellingen hadden moeten geloven, dan zouden er al 2 miljard mensen aan zijn gegaan, 2,5. Ik heb toestemming, en dat staat beschreven in 1 Koningen 22, vers 22, om te liegen. Staat er letterlijk. Jij hebt toestemming om te liegen? Ik heb toestemming om te liegen. Ik ook? Nee, jij niet. Ik ben de discipel van de eindtijd. Ja? En in deze functie heb ik die toestemming. Jij bent een gevallen engel. Jij hebt alleen maar de aanname, God bestaat niet. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar het universum. Naar je eigen lichaam. Maar het universum, de oerknal, is precies hetzelfde. Die oerknal bestaat niet. Het is God. Hij heeft alles gemaakt. Zijn hand heeft ieder dingetje gecreëerd. Maar waar komt zijn hand vandaan? Dat is het enige wat ik niet weet. De oerknal wetenschappelijk onderbouwt wat er daar gebeurd is. Die wetenschappers denken dat ze op miljarden kilometers iets kunnen bepalen. No. Jij weet alles beter? In dit geval, ja, want God weet het beter. Er zijn een heel lijstje hooghartigen. Kijk je bijvoorbeeld naar katholieken. God is duidelijk. Hij veracht ze. Ze zullen weggevaagd worden. Maar dat geldt ook voor moslims. Wat is een moslim? Anders gezegd, wie is Allah? Allah is Satan. Niet meer en niet minder. Hoe heeft u zich na vorige video voorbereid op het einde der tijden? We hadden afgesproken voor 10 oktober dat het zou gebeuren. Ik heb je net gezegd dat er een oorlog is gevoerd en ik heb toestemming om te liegen. Alle mensen heb je voor de gek gehouden dat het voor 10 oktober zou gebeuren. Er is oorlog voor. Maar noem je dat oorlog voor of gewoon onrust zaaien? Nee, het is de waarheid wat ik zeg. Niet op die ene datum. Maar niet liegen, je bent altijd overtuigd van jezelf. Dat ben ik ook. Dat ben ik ook. Ik twijfel niet, heb ik de vorige keer ook verteld. Ik twijfel geen moment. Ook niet als ik lieg. Heeft u wel eens gehoord van mensen die godsdienst waanzinnig zijn geworden? Wordt mij wel eens verweten. Maar dat bedoel je te zeggen. Ja, maar ik ben niet godsdienstwaanzinnig. Ik zeg de waarheid. Als ik bijvoorbeeld zeg dat ik aan God twijfel of weet ik het wat, dan word ik hier bijna het huis uitgestuurd. Ja, terecht. Je minacht God blijkbaar. Nee, ik geloof er gewoon helemaal niet in het verhaal. Nog 1 keer zo'n woord in bent eruit. Er is maar 1 God. En dat is niet een imaginair figuurtje. Hij beslist alles. Op die manier moslims verachten, katholieken verachten, zeggen dat er 2 miljard mensen sterven die niet doen wat jij of het verlengstuk van jou zegt. Het is toch wel een gevaarlijke boel. En uiteindelijk, ik bedoel, je krijgt een paar mensen achter je aan en die raken doodsbenauwd van wat je allemaal zegt. Logisch is ook de bedoeling. Die hooghartigen, die keren terug naar de hel zoals het beschreven staat. Ik heb een vriend ook thuis zitten. We genieten hier enorm op aarde. En we hebben echt een hele mooie tijd. Heb je niet in de gaten dat je een verdomde groot egoïst bent? Wat? Dat je gewoon een verdomde groot egoïst bent? Maar ik heb bijvoorbeeld een vriendje en ik heb hier alles wat ik heb. Dat mag eigenlijk niet van u. Dat klopt. Maar kijk eens om je heen. Wat er allemaal gebeurt. Nee vriend, deze aarde is een gevangenis. Maar wij maken het een hele mooie plek. Je bent een egoïst. Deze planeet is niet fantastisch.
We moeten hem zo fantastisch mogelijk maken en houden, zodat we niet mensen in een verdom hoekje plaatsen als moslims en christenen. Iedereen, of je nou katholiek, christen bent, iedereen heeft namelijk gewoon het recht om op deze planeet te leven. En niemand hoeft hier veracht worden. Wij maken hier een fantastisch leven van, op deze aarde. Jouw hooghartigheid, ja, dat spuit eruit. Ja? Je bent een knecht van de Satan, met deze hoogmoedigheid. Jij denkt dat je door homo of lesbisch te zijn, dat je een beetje liefde kan doen? Laserstralen een end op, vent. Een homo, een lesbienne, ja, dat is niet goddelijk. Dat is de Satans. Dan ben ik dus van de Satans. Jawel, dat ben je. Dan zit er nu een Satan in je huis. Die gaat zo meteen weer weg. Dus ik zou zeggen, go. Heb je nou enorm genoten van deze fantastische video en wil je nooit meer wat missen van de mooiste omroep van Nederland? Abonneer je dan hier op dit kanaal en like deze video als je dan toch bezig bent. Is dat lekker?